Klassement is een leermiddelennetwerk en bestaat dus uit twee woordjes. Het eerste is waarschijnlijk het allerbekendste, de leermiddelen, al dit lesmateriaal wat je terug kan vinden op klassement. Wat er allemaal op staat, dankzij jullie, dankzij al onze gebruikers die hun leuke ideeën delen. En daarnaast het netwerk is zeker zo belangrijk als al die leermiddelen die erop staan, omdat jullie zijn ons netwerk. Alles wat op klassement staat, komt vanuit de leerkrachten en vanuit organisaties die leerkrachten willen ondersteunen. Je ziet ook bovenaan de balk van klassement het blokje netwerk staan. Daar kan je andere leden zoeken en kijken naar collega's bijvoorbeeld, of je vraag stellen in de leraarskamer. Hoe je heel makkelijk al die leermiddelen snel kan vinden, daarom is het belangrijk dat jouw profiel goed is ingesteld. Ik zit op de startpagina van Klassement. Bovenaan in de blauwe balk klik ik op mijn naam en dan kom ik op profiel en daar mag je ook op klikken. Stel je je e-mailadres wil aanpassen, dit kan je ook veranderen in de witte kader rechtsbovenaan. Maar wij gaan eerst kijken hier naar functie. Je klikt op wijzig op het potloodje en dan kom je in een overzichtspagina. En daar kan je aanvinken jouw functie, bijvoorbeeld ik ben leerkracht. In welk niveau je staat. Dus ik heb mijn oude klassen nog aangeduid, omdat die wel belangrijk zijn voor mijn moderatiewerk. Je kan ook jouw vakken, als je in het secundair staat, jouw vakken aanduiden. Je kan er oneindig veel aanduiden. Stel dat je zorgbegeleider bent in een school en je staat zowel in kleuter als in lager, kan je meerdere niveaus aanvinken. Net zoals wat ik heb gedaan, bijvoorbeeld secundair en dan universiteit. Geef je een vak wat niet in de lijst staat, kan je dit ook hier ingeven. De andere vakken hieronder zijn optioneel. Dat is jouw lerarenkaart en eventueel de school waar je werkt. Wanneer je alles juist hebt ingegeven, kan je klikken op bewaar. Waarom is het nu belangrijk dat je deze items, vooral onderwijsniveau en vakken, juist hebt ingesteld? Wanneer ik terugga naar de startpagina, dus ik klik op klassement, zit ik terug op de startpagina. Wanneer ik ga zoeken in leermiddelen, dus ik klik op de knop leermiddelen, dan zie je dat mijn onderwijsniveau en mijn vakken, die ik heb aangevinkt, hier al voor me klaarstaan, zodat zoeken op klassement veel makkelijker wordt. Als de eerste instelling. Dus we hebben gecontroleerd ons onderwijsniveau, de vakken en de scholen waar we eventueel les geven. Het volgende waar we naar gaan kijken zijn onze instellingen op klassement. Ik klik opnieuw bovenaan in de blauwe balk op mijn naam. En dan vervolgens op het tandwieltje van instellingen. Het zijn er een aantal. De belangrijkste is de eerste, bijvoorbeeld zijn de nieuwsbrieven. Opnieuw heel simpel, wil je iets aanpassen, klik je op wijzig met het potloodje. Dus ik klik bij de nieuwsbrieven. En dan kan je kiezen welke nieuwsbrieven je graag ontvangt. Dus ik sta vooral in het secundair onderwijs, dus ik wil graag nieuwsbrieven van het secundair. Stel dat je graag de aanbiedingen wilt, dus zijn zo organisaties die een promo doen bijvoorbeeld, kan je ook de aanbiedingen aanvinken. Ja, terug, ik klik op vorige. Bij meldingen kan je ook een aantal dingen wijzigen. Je kan de berichten die je in de leraarskamer post, als daar reacties op komen, hoe vaak wil je daar een e-mail van? Je kan ook aanvinken nooit. Ja, ik ga zelfs uitleggen hoe dat je dan toch te weten komt. Of er een reactie komt op jouw op jouw vraag in de leraarskamer. De leermiddelen waarop je gereageerd hebt, jouw eigen leermiddelen en eventueel persoonlijke berichten. Dus telkens kan je instellen, wil je dadelijk een berichtje, één keer per dag, per week of nooit. Stel dat je telkens nooit hebt aangevinkt, als zo dingen gebeuren, dus iemand reageert op een berichtje of op een leermiddel, dan komt er bij het belletje hier bovenaan in de blauwe balk een cijfertje te staan. En als je daar dan op klikt, dan zie je bijvoorbeeld
Iemand heeft een reactie geplaatst bij een van mijn leermiddelen. Of iemand stuurde mij een berichtje via Klassement. En dan kan je die hier ook nakijken. Dus je moet niet per se een mailtje krijgen. Dat zijn de meldingen. Ook jouw privacy. Wat wil je dat anderen zien? Wat mogen zij zien? Bijvoorbeeld, bij mij mogen ze kijken welke leermiddelen ik heel leuk vind. En dan nog een belangrijke hier is de interface. Je zorgt dat die op Nederlands staat. En best op onderwijssysteem Vlaams als je een Vlaanderen les geeft. Als het op Nederlands staat, wat dat ook een mogelijkheid is, want we hebben ook heel wat Nederlandse leden, dan krijg je de Nederlandse vakken en de Nederlandse onderwijsindeling te zien. Dus dit kan je ook best zorgen dat dit op Nederlands staat. Dus we hebben onze instellingen aangepast.